Hallo iedereen, deze week gaan we nog eenmaal merken met Audacity. Wat we deze week gaan doen is eigenlijk niet zo heel moeilijk. We gaan niet meer werken met podcast, maar we gaan een heel nieuw documentje aanmaken. Dus je opent gewoon het programma zoals bij mij al open staat. Dat hebben we vorige week ook gedaan. En dan gaan we gewoon een liedje importeren. Dat mag het liedje zijn dat je vorige week hebt gedownload. Als je toch liever een ander liedje wilt, dan kan je dat opnieuw gaan downloaden, zoals uitgelegd in het filmpje van vorige week. Dus ik ga eventjes mijn liedje erbij nemen. Ziezo. En dan kunnen we dat hier zien. Wat we deze week gaan doen is een beetje spelen met een aantal effectjes. Dit staat hier bovenaan ongeveer in het midden bij effecten. Wanneer je daarop klikt, ga je zien dat er een heel aantal zaken zijn. En je kan zelfs nog een beetje verder naar onderen gaan. Om je liedje een beetje leuker te maken of daar een aantal zaken in aan te passen. De bedoeling is dat je deze week 5 effecten gaat toevoegen aan je liedje. Deze 5 effecten ga je ook gewoon even opsommen in een heel kort berichtje naar mij op Smart School, zodat ik dit ook even kan gaan controleren. Hoe ga je dit nu doen? Je kan eerst en vooral een effect gaan toevoegen aan je gehele liedje. Dat doe je door 2 maal te klikken achter elkaar op de blauwe golf, dus op het liedje zelf. Dan ga je alles selecteren. En weer nu een effect gaan invoeren, dan zal dat toegepast worden op het hele liedje. Zo is er bijvoorbeeld het effect omkeren. Waar staan we hier aan? Wanneer we daarop klikken, dan gaat het hele liedje eigenlijk achterstevoren afspelen. Je moet het niet per se op het hele liedje doen. Wat je ook kan doen, is in principe een klein stukje selecteren. Hoe ga je dit doen? Dus stel voor, we willen enkel de eerste 15 seconden omdraaien. Dan klik ik eenmaal en ik sleep tot daar. Dan zie je dat enkel dit stukje gaat geselecteerd zijn. En dit ga ik dan even omkeren. Dat wil dus zeggen, je kan het ook zien, dat dit omgedraaid zal afgespeeld worden. Wat kan je nog gaan doen bijvoorbeeld? Je kan alles opnieuw gaan aanduiden. Of maar een deeltje, dat ga je opnieuw zelf kunnen kiezen. En dit deel wat ik nu heb aangeduid, bijvoorbeeld de snelheid gaan aanpassen. Dat ga je dan bijvoorbeeld kunnen doen door hier op te klikken tempo wijzigen. Je moet er wel goed mee opletten. Momenteel staat dit op 0, dus dat wil zeggen een normale snelheid. Je gaat heel hard moeten opletten met hoe ver je het balkje naar opzij gaat verschuiven. Wanneer je in de min gaat werken, gaat dat stuk vertraagd afspelen. Wanneer je in de plus gaat werken, gaat dat stuk versneld afspelen. Dit is in procent voorzien, dus het zou op dit moment ongeveer 20% sneller afspelen. Let daarmee op, dit gaat heel vaak te snel of te traag worden. Dus ik raad aan, begin bijvoorbeeld op 10%. Luister al eens naar het stukje dat je net hebt aangepast. Wil je toch nog een beetje sneller, dan ga je dat opnieuw altijd nog kunnen uitvoeren. Op deze manier ga jij zelf 5 effectjes moeten kiezen deze week die je wilt gaan toepassen. Ik stel voor dat je ze gewoon een keer leest. Meestal spreken ze wel een beetje voor zich. Bijvoorbeeld herhalen. Ja, dat stukje gaat dan bijvoorbeeld herhaald worden. Nog belangrijk, een fade-in en een fade-out, dat wordt heel vaak gebruikt. Een fade-in gaat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een liedje heel rustig start, heel stil start, maar altijd een beetje luider gaat worden. Fade-out is het omgekeerde, dat het liedje gaat niet abrupt eindigen, maar net geleidelijk aan een heel stukje rustiger worden. Dus op deze manier ga je zelf 5 effectjes moeten kiezen die wel leuk zijn. Wanneer je een effectje niet begrijpt, dan ga ik je maar één ding aanraden en dat is Google is je vriend op dat moment. Ga eens opzoeken wat dat effectje zou kunnen betekenen. Dus kort samengevat, je gaat een liedje hier downloaden of gewoon het liedje van vorige week gebruiken en in Audacity zetten. Je gaat hier 5 effecten op toepassen of op het gehele liedje of slechts op een stukje. Je gaat het uploaden en terwijl ga je ook een berichtje naar mij sturen en vermelden welke 5 effectjes jij hebt toegepast. Heel veel succes!